En welkom bij een nieuwe vlog. We zijn nu onderweg naar de zwemles van Jesse. Jesse is nu 16 maanden en we hebben een self-rescue cursus op dit moment gedaan met hem. Vandaag is zijn allerlaatste les, dus ik laat daar ook even wat beelden zien hoe hij aan het zwemmen is. Superleuk. Het houdt eigenlijk in, deze cursus, is dat ze leren dat als ze in het water vallen, dat ze dan leren op hun rug te draaien. Dus dan normaliter, kinderen zijn heel erg afhankelijk van hun bandjes, waardoor als ze vaak in het water stappen onwetend, dat ze vaak naar de bodem zinken. En op deze manier kun je wel gewoon je kind zien drijven, om het even zo te zeggen, in het water en dan daarna te handelen. En ik heb ook meteen een vervolgcursus voor hem gedaan. Over een maand. We zitten nu bij Children of the Water. Die zitten volgens mij door het hele land en ook zelfs op de Caribische eilanden. En de vervolgcursus is de Swim Float Swim cursus. En daarin leren ze ook echt te zwemmen onder water en boven water. Het is nog geen vervanging van diploma A of iets dergelijks. Maar je kind leert wel echt super vrij te worden in het water. En dat geeft mij gewoon een heel fijn gevoel. Om te weten dat als Jesse ooit in het water valt, dat hij zich daar ook dan in kan redden. En hij heeft er zin in. Hey Jesse, heb je er zin in? Om te gaan zwemmen? Vandaag moet hij met zomerkleertjes. Gisteren heeft hij met een dikke winterjas moeten gaan zwemmen. Want vaak gebeuren natuurlijk de ongelukken als ze buiten aan lopen zijn met kleren aan. Nu hebben we de zomerkleertjes. Ik zal dadelijk eens kijken. Melvin heeft de GoPro meegenomen. Die kan onder water beelden opnemen. Dan ga ik laten zien hoe het eruit ziet. Het is echt heel erg leuk om te zien. Zo, je bent met duur speelgoed aan het spelen, hè? Dat is ook hey, goedjes. Jo, nou, we zijn inmiddels alweer terug van het zwemles. Jesse heeft het echt super goed gedaan. En hij zit nu lekker een banaantje te eten. Is het lekker? Huh? Hey. Zo. Lekker, hè? En ik ga me dadelijk even klaarmaken, even douchen. Want we hebben vandaag podcastopnames de hele dag. Dus Melvin en ik gaan zo richting kantoor.
Ik krijg trouwens altijd heel vaak de vraag welke lippenstift ik gebruik. En ik dacht, ik laat het even zien. Ik gebruik de MAC Soar Pencil. Soar Pencil. Dat is deze. En dat is deze kleur. En ik gebruik deze van de Chanel. En deze heet de Rouge Allure Velvet 69. Als je kan zien. Nee, ik kan hem niet zien. Maar het is in ieder geval de Rouge Allure Velvet 69. Ik zal hem hier even in de link zetten. Ik zou ook echt niet weten wat ik moet doen met mijn haar. Zal ik ze loslaten? Of zal ik ze vast doen? That's the big question. Van de ene kant wil ik ze wel loslaten, maar ik vind ze niet zo heel mooi zitten vandaag. Dus misschien even kijken. Het is ook nog best wel regenachtig. En ik merk wel dat met podcastopnames dan zit je haar echt gewoon weer niet zo heel goed de hele tijd. Dus ik zal jullie even laten zien hoe ik mijn haar van achter doe. Ik doe zeg maar. Eerst doe ik hier een staartje maken. En voilà. Lady loopt toch onder hier. Maar dit is de eerste outfit die ik aandoe voor de podcast. En ik weet niet of het goed ging, maar de baby is ook goed aan het groeien. Ik ben nu ongeveer 5 maanden. Lijkt heel heftig op camera, maar in het echt valt het nog wel mee. En dit is dus eventjes. En dan ga ik gewoon nog wat truitjes meenemen. Dat is wel handig. Want dan kan ik gewoon makkelijk van het truitje veranderen. Zo, we zijn aangekomen op kantoor. En Eline is alles even in elkaar aan het zetten. En we gaan zo de podcast opnemen. We gaan 8 afleveringen opnemen. We hebben al gekeken naar waar we het over gaan hebben. Dus superleuk. En dus het wordt even een paar uur even knallen. Maar dan kunnen we in ieder geval weer even er tegenaan. En we doen alles gewoon hier op kantoor. En we doen met video. De podcast staat ook hier op mijn YouTube kanaal. Dus denk je, hey, welke podcast is het? Het is de podcast Op weg naar het miljoen. En in deze podcast nemen we eigenlijk mee, iedereen mee in onze reis naar 1 miljoen euro omzet dit jaar. En we liggen al goed op schema, want het is nu september. Dus we hebben nog maar een paar maanden te gaan en het gaat echt super goed. En we vertellen een beetje over onze verdienmodellen, over onze strategieën, ook de mindset, et cetera. Dus ik krijg ook heel veel positieve reacties over de podcast. Dus als je daar meer over wil weten, kun je hem luisteren hier op YouTube of via
dan staan weer daar heel veel dingetjes onder. Nee, je kunt gewoon heel makkelijk navigeren. Je website kun je gewoon binnen 2 minuten bewijzen van gewoon gebouwd hebben. Hier en daar gewoon wat afbeeldingen veranderen, lettertypes veranderen. En je kunt eigenlijk meteen met die content gaan beginnen en dan ook meteen met als doel affiliate marketing. Ja, en plus dat we maken een support omgeving erbij. Dus video's met uitleg. Nou, wat gaan we vandaag doen? Feestje vieren. Wie ben je vandaag? Of wie ben je verkleed? Bella. Mooi hè? Nou, eens kijken. Wauw. Kijk. Heel mooi. Die mag niet eraf. Nee. Ook niet deze eraf. Ook niet meer stek. Ook niet. Nou, gaan we lekker naar je feestje? Ja. Wie ben jij? Ninja. Ben je niet een ninja? Ninja. Nou, nou. Ja. Nou. Zo, zitten we allemaal in de auto? Ja. Met oma. En we gaan nu onderweg naar de party. Ik heb alles uitbesteed, dus ik heb echt geen idee wat ik ga aantreffen. Dus ja, we gaan kijken. Woe, woe. Heb je er zin in, Far? Ja. Nou. Nou. Kijk, Ella. Dit is een marshmallow spekjes. Lekker, kijk, kijk, oma. Mooi, hè? Deze wil ik mee naar huis nemen. Wil je even... Hallo. Far, laat maar even... Ik zal een zummend gooien. Wauw, dat ziet er leuk. Kijk eens hier, Farah. Nummer 6. Bijna klaar. Dit is jouw. Nee, nee, niet aankomen met je vingers, hè. Wauw. En ik zie, kijk eens hier, Far. Wow, allemaal witte wol. Oh, en hier met jouw naam, Farah. Je moet je eerst je schoenen aan. Ja, doe maar dadelijk, doe maar dadelijk. Ik wil zo winnen. Oh, kijk, een roze ballen. Mooi, hè? Ik ook. Ik ga gewoon in de ballenbak met die schoenen uit. Ja, weet je. Hij heeft toch vies gemaakt, zie je. Ik ga op de glijbaan. Ik ga springen. Nou, nou. En dan zitten ballen in de... Zitten daar.